Hopelijk dat ik op tijd terug ben voordat de cameraploeg hier is. Shit, zeef me door. Dat het, ja, een tikkeltje emotioneeler dan ik had verwacht. Ik moet zeggen, ik begin wel allemaal een beetje droge plekjes te krijgen. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Hele goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Het is weer een drukke week. Het is een drukke week. 4 oktober. Zo. 4 oktober. 4 oktober. 4 oktober. Gefeliciteerd. Oh, het is 4 dag. Ik heb er niet meer nagedacht. ja, oh ja, trouwens, 1 oktober is Reggie 9 geworden, maar ja. Dat zijn. Hey Jessie. Morgen. En dan zo plat op zijn bek eruit vallen ineens. Ja, dat zal met schelling. Ik ga naar de loods, want ik ga even die spulletjes wegbrengen en opruimen. Ja. En dan hoop ik dat ik op tijd terug ben voordat de cameraploeg hier is. Ja, wacht er maar voor. Cameraploeg. Ja, TV West komt langs. En die gaat een item over ons maken, over de vlog. Tot zo. Tot zo. En over de hele situatie. En dus die komen gezellig bij ons thuis. Ik ga me eventjes verder opmaken. Zo. Annelies die sluit René even aan. Camera. Lampjes erbij. Ben je al zenuwachtig, schat? Zo. Niet nou. Zenuwplasje al gedaan. Zit er zo een beetje op? Ja, zo zit het goed. Zou je een beetje meer kunnen? Prima, die mag je gewoon naast je op de stoel neerleggen. Jij kijkt struikel niet over al die snoeren. Gaan we eens even kijken. Wat heb je nou weer gedaan? Balletje op dak. Gebeurt vreemd genoeg niet heel vaak. Hè? Nee. Kom, gaan we kijken? Ja. Ga je mee? Ja. Oké, kom maar dan. Gaan we samen. Ja, kom. Even wat sneller. Hoppakee. Kan je erbij? Nee. Nee, hè? Nee, helaas. Ik moet eventjes, gaan we even anders zetten. Andere bal. Heb je hem? Ja. Oké. Toppertje. Ik ga wel. En Jesse Silver? Ja. Heb je gepoept? Nee. Ik ruik wat anders. Het is maar goed dat het beeld geen geur heeft. Deze. Ik poep hier ogen. Heel hoog. Ik poep over hier hoog. Ja. Dan hebben we de bal weer terug, hè? Ja. Poepie. Het zit er weer op. Was leuk. Erop, ja. Super lieve vrouw. Ja. Volgende week ergens zou die te zien moeten zijn. Op televisie, TV West, online, in de app. Dus dat gaat helemaal goed komen. Uiteraard laten we het je weten als die online staat. Super tof deze aandacht voor onze missie. Zeker weten. En het is natuurlijk een hele mooie gelegenheid. Oktober, borstkankermaand. Ja. En we zijn er heel blij mee dat ze daar inderdaad ook die aandacht aan geven. En wij zijn dankbaar voor jullie. Yes. Zo, het is avond, 6:30. René is gaan liggen, want die was echt wel kapot van de afgelopen dagen. Het interview en Friesland. Huis een beetje in orde maken en zo. En deze druk te maken. Deze druk te maken heeft vandaag geen slaapje gedaan. Hij zegt van niet, maar wij vinden dat hij naar bed moet. Oma en ik. Misschien even een boekje lezen. Maar daar moet ik wel voor René wakker maken. Dus dat is een beetje. Een beetje tweestrijd. Ik heb lekker kippie. Die zet ik even op stop. Die gaat hard genoeg. En een lekkere salade. Dus we zijn heel goed op weg. We zijn lekker gezond bezig. Dus ik ga rustig aan Jessie op bed leggen. En dan kijken of mama genoeg bij heeft geslapen. Ze wilde eigenlijk vandaag het hekje eruit halen van zijn bedje. Hey, weet je hoe doen uit? Ja. Ze zelf ook weg. Ja. Dat is nu misschien even niet zo handig. Nee. Misschien morgen. Nou, hij klimt er niet stevast uit, maar hij hangt wel altijd op die klep en in de laadjes. En dat schoonmaakkussen, dat moet er ook altijd af. Ja, de laadjes gaat hij ook in op het moment dat hij in de laad zit, hè? Ja, maar wij hopen dus dat dat ding eruit zijn, dan hoeft niet te klimmen. Dat hij, als hij wakker is, dat hij gewoon naar boven komt. Ja, je kan ook die sloten op je laadjes gaan, voor alle zekerheid. Ja.
Ja, daar zit nu niks meer in. Okay. Alleen handdoekjes en zijn knuffels. En alle medicijnen en zo hebben we bovenop gezet dat hij er niet meer bij kan. Precies. What to do, what to do. Wat ben je aan het doen? Ik ga jouw banden oppompen, want ik was zo schrik met Jesse boodschappen gaan doen. En, op de fiets? En als ik een stukbrandje afging, dan voelde ik gewoon je velg kletsen op de grond. Okay. En hij heeft Els dus een heel handig apparaatje gekocht. En dan kan ik dus heel mooi zien hoeveel er op moet. Maximaal 5 bar. En dan zetten we hem zo. Ga je doen? Nou, er moet een dingetje op zitten. Mm-hmm. Waar is dat zakje? Ze hebben nu een dingetje opgezet zodat hij past. Ja. Oké. Okay. Ventiel. Go. Jezus. Er zat 1,3 in. Beetje te weinig. Dat was hem. Super handig, man. Ja, dat is echt fantastisch. Maar het is ook een powerbank. Ook nog. Leutjes, het is alweer 's avonds. Ik heb vandaag even een poging gedaan tot slapen. Helaas heb ik niet echt geslapen. Wel gerust, ogen dicht gedaan. Heeft me op zich ook wel goed gedaan. Het was wel... ik merkte wel dat ik erg moe was vandaag. Dat de afgelopen dagen toch wel een beetje... Ja, misschien toch iets te veel van het goede waren. Daarnaast merk ik dat ik het ook steeds lastiger vind met Jesse Silver. Dat hij vraagt natuurlijk best wel veel aandacht. En terecht. Maar hij heeft ook een eigen willetje en luistert niet altijd even goed. Van wie zou die dat nou hebben? En van mij, denk ik. Maar ja, dat vraagt gewoon best wel heel veel energie. En dat put je ook wel een beetje uit. En ik luister niet altijd even goed naar mijn lichaam. Dan denk ik weer van ja, maar... Ik word altijd rond 4 uur, 5 uur, word ik eigenlijk moe. En dan denk ik ja... Nou is het niet meer handig om te gaan slapen. Want dan is of Jesse weer wakker, of het is bijna etenstijd, of... Ja. Maar goed, nu was ik toch wel echt heel moe. Dus ik denk, ik ga maar even liggen. En morgen logopedie, hè? Ja. Wat? Had je niet verwacht dat er prikken zat? Niet zoveel, nee. Ik moest natuurlijk... Flinke slok nemen voor al die pillen. Ja. Morgen gaat Jesse Silver naar de crèche. Of naar de crèche, naar de gastenouder. De gastenouder? Naar de gastenouder. Nee, ik zeg gastouder. Ik ben een beetje doof. Ja. En ja, morgenavond naar de logopedist. Ja, en jij wil graag dat ik meega. Ik zou het heel fijn vinden als je meegaat, inderdaad. Ja, om te kijken of dat jij herkent wat zij zegt. En als zij dingen aangeeft, of je dat dan, zodat jij dat dan gedurende de week mij daarbij kunt helpen, zoals erop wijzen. Ik wil eigenlijk gewoon een personal assistant. Shit, zeef me door. Ik moet wel zeggen dat ik de interviews en zo vandaag, dat het ja, een tikkeltje emotioneeler dan ik had verwacht. Ja? Ja, want ze vroeg dan ook weer naar het begin. En zo, en gewoon het hele traject. En als je dat dan weer zo begint op te noemen, dan komen weer allerlei besefmomentjes en dingetjes. En een beetje de emoties terug die we toen hadden. Ja, nou ja, hoe jij het inderdaad, toen je de dokter aan de telefoon had en dat je zo gebaarde. En ik zei tegen die vrouw, ik zei, ja, je ziet nu niet wat ik aan het doen ben, maar... zo met je hand voor je borst heen en weer, zeg maar. En dan de woorden, hij gaat eraf. Hij moet eraf. Ja. Ja, dat zit zo in mijn hoofd. En ik wil echt aan het ijsberen door de tuin met die huisarts aan de telefoon. En toen zei ze van, ja, was je dan, moest je huilen? Was je geëmotioneerd? Ik zei, nou,
eerlijk gezegd niet eigenlijk. Ik moet zeggen, het emotioneert me nu dat ik het vertel, maar het was op dat moment... We waren gewoon in shock met z'n allen eigenlijk. Ja, heel ver weg. Dat je denkt van, nou, dat, ik hoor je, maar het gaat niet over ons of zo. Nee, dat kan niet waar zijn. Het is heel raar. Ja, toen zei jij tegen mijn moeder, iets met borst eraf, iets met borst eraf. En... Ja, jij zei alleen maar, hij moet eraf, het is niet goed. Het is niet goed, hij gaat eraf. Ja. Hij gaat eraf. Het klinkt als een hele slechte film. Inderdaad, ja. Ik merk ook, we zijn zo bezig met vooruit. Ik heb heel veel moeite met... daarom ben ik blij dat we dit hebben opgenomen allemaal met de tijdlijn. Ik weet gewoon sommige dingen niet meer zo goed. Of wanneer het nou was, of hoe het nou precies zat. En heel veel... Verbloem jij dat wel heel goed, want dat heb ik echt totaal niet door bij jou. Jij weet echt best wel veel details. Ja, maar als mensen nou soms zeggen van, waar heb je nou echt last van gehad? Dan zijn er een paar dingen die ik weet op te noemen van, oh ja, dat is me bijgebleven, maar ik heb veel meer gehad. Maar dat vergeet je dan toch weer redelijk snel of zo, als dat niet een aanhoudend iets is. Ja, ik heb altijd gelezen hetzelfde een beetje als met de zwangers, met een bevalling. Je vergeet de pijn heel snel. Ja, dat is een soort van beschermingsmechanisme, of zeg je dat... oerwerking van je lichaam, dat je dat snel vergeet, omdat het je anders te veel zou traumatiseren. Ja. Maar en we hadden natuurlijk nu 2 op een dag en de fysieke TV West en dan nog telefoon. Een belletje en Jesse was vrij vroeg wakker. Ik had verteld straks dat we het hekje eraf zouden halen. Nou, dat hebben we dus nog niet gedaan. We zijn er niet naartoe gekomen. Ik hoor weer dat wil ik ook even noemen. Ik heb toch iets geks. Ik heb nu al een paar dagen. Ja, zeg ze ineens, moet je eens luisteren in mijn oor. Ja, kom ik. Oh ja. Nee, maar kijk. Ik weet niet of sommige mensen van jullie het weten, maar ik ben een audicien. En dat is over de oren. Hè? En je hebt dus een vorm van tinnitus. Dat kan in de vorm zijn van... Een piep, hè, die mensen, dat is eigenlijk de meest bekende. Of echt oorsuizen. Dat is een subjectieve tinnitus. Dus dat hoor jij alleen. Maar je kan ook een vorm van tinnitus hebben dat vanuit je lichaam komt. Dus dat je bijvoorbeeld je... Dat is objectieve tinnitus. Objectieve, van binnenuit. Dus dat is dat je bijvoorbeeld je bloed hoort pompen of je hart. En als een arts daarnaar luistert... Nee, ik ben heel serieus. Dan kan hij dat ook horen. Maar wat ik nou heel gek vind... Maar hoe hoort hij dat dan? Nou, als hij... Kijk, ik hoor het voor... Fuck you, jij neemt me echt niet serieus. Ik zit even te denken... Komt hij met zijn ding. Ah, daar maak ik je goed in. Oh ja. Okay. Sorry. Nee, maar het gekke is dat vaak met zo'n tinnitus, is dat als je dus geluid van buitenaf afstopt, zeg maar, dan hoor je het veel harder, want dan hoor je wat er binnenuit gebeurt. Maar bij dit, dan lig ik op een bepaalde manier, dan hoor ik echt woef, 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 en dan doe ik zo, dan doe ik hem dicht, en is het weg. Ik ga mijn collega's even raadplegen. Als je René ziet lopen en ze loopt zo over straat, zo, dan heeft ze geen muziek op, maar dan is het weg. Dan is het gewoon weg. Nee, ik hoor wel onze diffuser met onze etherische olie van Young Living door de slaapkamer zweven. Ik vind het heel frappant dat als ik zo doe dat het weg is. Alsof het misschien spiertjes zijn die daar ook voor zorgen, zeg maar. Nou ja, als iemand weet hoe dat gehoor werkt, ben jij het wel. Dus ja, ik kan nou wel heel daarom, interessant gelopen. Ik ben helemaal perplex. Ik vind het wel echt heel schattig zo. Als je iets niet weet. Huh? Ik kom hierop terug. Kom je
Goedenavond. Wij zijn onderweg naar logopedie voor Sergio. En ik ben mee gezellig. Ga ik eens even kijken hoe het gaat en wat ze doet. En of ik hem dan door de week een beetje kan helpen. Ja. Naar het sturen. Ja, dat lijkt me inderdaad wel fijn. En, ik hoop wel dat ze... Ik heb namelijk bakken vol met knoflook op. Ja. Dat als zij zegt van, nou doe maar eens even een hele zachte... ik denk dat zij dan ook iets van... doet. En dan staan we daar met z'n tweeën... Het gaat helemaal goed komen. Ze zal misschien wel meer gewend zijn. Maar ik had verse pesto gemaakt. Dat was wel heel lekker, moet ik zeggen. Hij was goed gelukt weer. Weet je waar ik nou gelijk trekken heb? Knoflook, brood. Bijna. Bruschetta, brood, broodje. Broodje brood, met jouw verse kruidenboter. Kruidenboter. Ik wist het wel. Ik zei het ook, hè? Ga je dat maken nu? Oké, doei. Ik voel hem iets meer in mijn onderrug dan normaal, maar wel ontspannend, zeg maar. Oké, nou, dat is mooi. Zachte lagen omheen maken. Oh. Ja. Kun je nu diezelfde manier voor mij tellen van 1 tot 5? 1, 2, 3. Voel je en hoor je een verschil met je stem normaal? Nou, dat het wel ontspannen was. Ja. Bij, tot 4, denk ik. Mm-hmm. En wat gebeurde er bij de 5? Ja, andere plaatsing, denk ik. Geen rustig overeind komen. Even helpen en dan gaan we zo. Hey! Ja, heel mooi. Hey! Ja, die eerste vond ik mooi. Hallo! Hallo! Lager. Hallo! Hallo! Ja. Hallo! Hallo! Nu is die volume er wel. Hoor jij en voel je dat? Ja. Wat doe je nu anders, waardoor je wel volume hebt en mooi in die laagte zit? Nou ja, nu loslaten, inderdaad. En niet zoveel ademhalen, ja, gewoon dat te ontspannen. Ja, het begin van deze zin was ook zo'n mooie laag. Ja. Nou, toen deed je het ook heel goed. Oké, kun je dus nu een paar woorden naar mij toe roepen? Het mag van alles zijn. Knoflook! Kom! Kom! Verzin nu eerst zelf een paar woorden. Blokkade! We zijn op de weg. Naar huis. Zo, lekker lig je dit ook. Super. Heel flat. Hoe zeg je dat? Flatteus. Dennis, fijn dat ik erbij was. Ja. We hebben wat nieuws gehoord. Of iets waar je, denk je, waar je iets mee denkt te kunnen. Vraag je dan aan mij? Dat was een vraag, ja. Nou ja, ik weet waar ik dan naar moet voelen, zeg maar, als we bepaalde oefeningen doen. Ja. En ja, wat zij wil horen in jouw stem. Ja, dat, ja. Ja. Interessant gesprek dit. ik vind het gewoon moeilijk. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Aan de ene kant denk ik van ja, dan, als het me dan uitgelegd wordt, dan... doe ik het, zeg maar, en dan let ik erop en dan gaat het wel. En zoals nu ligt het omslagpunt naar ik doe het helemaal fout, ligt gewoon, ja, zo dichtbij. En dan doet mijn middenrif doet dus gewoon niks. Nou, jij praat met spanning vanuit je... Je praat met spanning vanuit je strot, zeg maar. Ja. Terwijl daar de spanning niet vandaan moet komen. Ja. De spanning moet gewoon vanuit je buik komen, vanuit je middenrif. Dat is wat ik zeg. Ja. Het gaat steeds vaker goed, dus dat is fijn. En daar moet ik me aan vasthouden. Ja. Dat gevoel. En dan zul je zien dat het op een gegeven moment steeds vaker goed gaat. Meer goed dan fout. En op een gegeven moment, ja. We gaan dat balletje rollen.
Dat is correct. Waar we op hopen. Ja. Goedemorgen, het is 6 oktober en we zijn weer onderweg naar de 8e chemo. Hierna hoef ik nummer 4. Snel gegaan, hè? Ja, het gaat echt ongelooflijk hard. Eigenlijk... Oh, het regent echt heel hard, hè? Ja. Nou, over het algemeen gaat het nog steeds goed. Ik heb nog steeds geen last van neuropathie. Ik moet zeggen, ik begin wel allemaal een beetje droge plekjes te krijgen. Echt heel hard, hè? Ja. Mijn nagels hebben het ook vrij zwaar. Vooral mijn duim. Ik weet niet of je het kan zien, maar mijn duim heeft het een beetje zwaar. En ik heb ook van die meeslijns. Dus dat zijn van die chemolijnen over mijn nagels. Verder begin ik wat dingetjes te voelen. Prikken in mijn oksel, borst. En dat maakt me dan toch weer een beetje onzeker. Want dan denk ik, nou, het kan zijn van, het zal het vechten. Aan de andere kant denk ik, is er iets aan het groeien? Wat niet zou moeten kunnen, maar toch, hè, dan gaat je gedachte toch weer even, maakt weer even een zijsprongetje. Ja, je hoofd maakt natuurlijk rare sprongetjes. Ja, precies. Je, aan de ene kant weet je uit wat je hebt gehoord van de dokter dat het zo is. Ja. Maar ja, je voelt natuurlijk ook dingen en dan denk je van, nou. Ja, dat is toch altijd even, ja, je weet het gewoon niet. De MRI staat nu gepland voor 17 november. Dat is 2 weken na mijn laatste chemo. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik heb even een mailtje gestuurd dat ik ook graag nog een second opinion wil bij het AVL. Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis. Want die zijn allemaal gespecialiseerd in kanker. En ik ben ook even benieuwd hoe zij kijken naar het plastische chirurgie verhaal. Omdat ik toch het liefst gewoon gelijk gereconstrueerd wil worden. Ook al moet ik waarschijnlijk nog bestraald worden. En ik wil gewoon goed de voor's en tegen's weten. Dus ik ben benieuwd hoe dat zou gaan. Ik zag een blauwe auto. Ja, er zijn heel veel blauwe auto's. Voor nu gaat Sergio maar afzetten. Want die gaat lekker met Jesse Silver naar Aventuria, denk ik. Even lekker diertjes kijken. Ja, en ik geloof ga... niet dat jij er heel vrolijk van wordt als wij met z'n tweeën. Ik denk het niet. En ik ga lekker mijn paraplu openen en dan ga ik. Succes. Kiel. De zakjes. Nou, ik ben alweer even een paar uurtjes terug van de chemo. Ik heb thuis nog even lekker verder geslapen. Was wel even lekker. Voel me verder prima, maar was gewoon een beetje moe. En ja, ik slaap sowieso slecht. Dus het was gewoon lekker dat ik nu eventjes wel zodanig moe was dat ik gewoon lekker in slaap kon vallen. Ik zweette wel als een malle. Ondertussen heeft Sergio, heeft Jesse Silver zijn eerste schaar gekregen. En wat zeiden wij van de schaar? Alleen op papier, hè? Kijk, zo moet je. Zo. En dan open. Maak hem maar open met je. Juist. En dan? En dan weer open. En weer dicht. Goed zo. En lekker aan het zingen. Ja. Altijd kijken wat je knipt, hè? Ik heb een lekker vaccinatie voor jou. Met een mooi schort. Met een mooi schort. Nee, dat is toch niet. Dat is. Het is geen. Nee. Gooi je springen, klauteren, niet luisteren. Vooral je negeren. Hij is verder ook heel lief. Hij is. Het is op dit moment even. Ja, weet ik niet. Wat. Laat het houden, sprongetje. En een hoog eigen mening gehalte. Ja. Maar het zijn family. Nee. Lekker, zo'n kus op mijn neus. Lekker, hè? We gaan lekker eten. Ja. Dit was het weer voor deze keer. Zeker. Vond je dit nou leuk, vlog dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Zeker niet. En het belletje aanzetten, zodat je alles meekrijgt zodat je een leuke video uploaden. Yes. En dan zien we jullie heel graag weer bij de volgende video. Tot ziens. Ciao.